Yo iedereen, leuk te kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag staan we hier in het kot achteraan mijn huis. En zoals jullie kunnen zien liggen hier allemaal van die DAX-speeltjes en zo, zoals mijn oude uitlaat, een rempedaal of gewoon een band. Deze gaan we nog monteren later, daar ga je later nog over horen. Maar dus, wat ik van plan ben met deze kot is om mijn werkplaats van te bouwen. Ik heb hier al een werkbank met een bankschroef en een paar schroevendraaiers en sleutels liggen. Maar we gaan het natuurlijk veel mooier maken dan dat nu is. Dus blijf zeker kijken en hopelijk vergeet u niet te abonneren en te liken. Dus ik heb namelijk de helft van deze kot ter mijn beschikking. Andere de gedeelte is voor alle opslag en zo. Dat hebben we. Dus hier gaan we werken en er komen nog leuke dingetjes hier. Dus vergeet zeker niet te abonneren, want bij de 100 abonnees gaat er wel iets leuks hier ter plaatse komen. Hier namelijk. Dus vergeet zeker niet te abonneren, want ik doe het enkel bij de 100 abonnees. Zo, dan heb ik voor dat ook al een mooi plekje gevonden. Top. Trouwens, wat ook leuk is om te weten. Ik heb hier een klein raampje. En by the way, dit is de tandwiel van mijn MT5 van vroeger. Die is allemaal genoeg verkocht, maar wil je die video's zien? Ga dan helemaal terug naar vroeger op mijn YouTube kanaal. Naar de allereerste video's en daar zie je de MT5 die ik vroeger had. Oké, aangezien ik aan deze bank werk. En ja mensen, ik heb het proper gemaakt. Mijn handen zijn een klein beetje vuil geworden door dit. Maar kijk, komt er ook altijd bij zien. Dus hier wordt mijn werkplaats dan. Ik ga misschien hieronder nog een schuif maken, dat zo tot hier komt, zodat dit er nog wel onder kan blijven. Maar dan daar een schuif dat je open kan trekken, zodat je daar dan ja, gereedschap kan leggen. Zodat niet alles daar ligt. Maar dus, dit is een led. En dat geeft heel veel licht natuurlijk. En ik zou graag dit hierop willen, zodat wanneer ik hier aan het werken ben, dat ik genoeg licht heb en zo. Dit is ook verstelbaar, dus je kan die lamp ook gewoon bewegen naar je object waarmee je bezig bent en wat je dus niet goed kan zien. Dus dat ga ik even proberen op te hangen. Oké, en dit is het resultaat mensen. Ik heb het dus opgehangen. Natuurlijk moet hier nog stroom op aangesloten worden. Toch sowieso een verlengstuk, een verlengkabel die dan naar de stopcontacten gaat. Maar dit ziet er al heel goed uit. En natuurlijk ook een schakelaar die ik misschien dan onderaan de tafel hier kan zetten. Lijkt ook een leuk idee. Zodat je dan niet daarop moet klikken. Nee, gewoon aan je comfort denken als het kan. Dus ga ik deze gewoon zo zetten dat het licht schijnt op de tafel, waar ik dus aan het werken ben dan in de toekomst. Tuurlijk ziet deze tafel er redelijk uit, maar kijk, een werktafel moet niet proper zijn, want als het proper is, gaat het niet lang proper blijven. Hè. Tenzij je ook gewoon proper werkt. Maar sowieso wordt het vuil. Zo, ik ben wel blij met dit resultaat momenteel. Je hebt hier dat lampje, natuurlijk, dat ik net heb gemaakt. Alles mooi op zijn plaats. Ai, toch soort van, hè. Mooie stickertjes geplakt. Die breaking stond er al, maar nu heb ik die GoPro ook nog geplakt. Niet not sponsored, but ja. Yeah. You know, hè. En natuurlijk moet ik, hier heb ik nog dingetjes liggen van mijn broer voor zijn kippen. Dus ja, die heeft geen tafel apart ofzo. Hè. Dus waarschijnlijk gaat hier af en toe in de toekomst nog wel dingetjes liggen van hem en zo. Maar dus, als ik dit al heb, ben ik al blij. En aan de andere kant ben ik ook al blij, want hier hebben we al onze onderdelen. Ik heb hier ook een multimeter, die moet by the way daar staan. Maar dat ga ik nog even doen. Hier ligt mijn DAX-kader, dit is wel een Chinese. Maar daar heb ik ook nog de oude uitlaat van op mijn Clio. Van op mijn auto namelijk. Die ligt daar ook, want die ga ik ook natuurlijk moeten bijhouden. Dus dit mag dan gewoon hier liggen. En dan gaan we nog. Zie je, zo, voor zo'n dingetje bijvoorbeeld heb ik liever onder schuif zo. Zo van die kleinigheidjes, multimeter hier aan te leggen. Maar dus, ik ben al blij met het resultaat. En dan bedoel ik het over zo'n dingetje dat wel van mijn broer is en zo. Hè. Dus pakt. Dit is van mij, behalve deze twee. En ja, dus hierbij ga ik de video afsluiten met dit als resultaat. Ik ga even tonen hoe het ervoor was. En dan heb je dit resultaat natuurlijk erna. Net zoals hier. Hier zat ook veel brol en zo. Ay, daar op zich viel het nog wel mee. Maar hier beneden, dat heb ik ook mooi op zijn plaats gelegd. Zodat ik hier dan dichter bij de rek. Maar dus hier is het ook al beter geworden dan. En dat is natuurlijk ook een mooi plekje voor een kader op te leggen. By the way. Hierbij ga ik dan de video afsluiten. Vonden jullie het leuk? Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En wil je dat ik hier nu een reeks van maak? Laat het dan zeker weten in de comments. Dus tot de volgende. Dit is ook by the way wel een uitdaging. Hè? In het donker naar uw huis stappen. Maar ik heb een lampje, hè? Dus don't worry.